Ja, er zijn hele volkstammen die zijn bezig met stemwijzers en kieswijzers. En ja, die weten niet waar ze op moeten stemmen, die zweven nog. En laat mij dan ook even een soort van wijzer zijn voor jullie dan. Dan is dit even de Harry-wijzer, want hebben jullie de laatste peilingen weer gezien? En vrienden, het komt er gewoon op neer wat ik eigenlijk al in het begin, vaste volgers, die weten het wel, welke kant het op moet. Ik zeg steeds, strategisch stemmen, dat moeten we doen. Jullie en ik, ja. En het is nog maar een week, hè? Ja, de spanning loopt op. Ja, nu gaat het zit eraan te komen. Het gaat gebeuren, vrienden. En wij hebben maar één missie. Wij willen gewoon niet GroenLinks en Partij van de Arbeid in de coalitie. Dat willen we niet. Wij willen geen knulletje Klaver zien en wij willen geen Atje Dubbel T. En ook geen groengoeroe Timmermans. Nee, daar hebben we allemaal geen zin in. Nou, dus dan moeten we goed nadenken, hoe houden we die nou buiten de deur? Daar draait het allemaal om. En als je nu kijkt naar die peilingen, dan zie je dus VVD aan top, hoe het mogelijk is. Ja, Joost mag het weten, maar het is nou een keer zo. VVD bovenaan. En dan heb je Omtzigt als tweede. En dan komt, de groengoeroe erachteraan. En dan PVV, maar die zitten weer ietsje lager. Ja, en dan denk ik bij mezelf, laten we nou goed nadenken de komende week hoe we zo goed mogelijk strategisch kunnen stemmen. Ja, en mijn idee blijft dan toch, kijk, Omtzigt blijft een beetje gevaarlijk. Hoe dan ook, want die kan ook zomaar linksaf slaan. Ja, ja. Maar ik hoorde nu, gelukkig, dat de Caroline, ja, want die is helemaal blij met Omtzigt. De Caroline die wil wel met hem gaan praten, met de Pieter, dat hij toch Wilders erbij gaat nemen. Ja, dus dat hij hem niet uitsluit. Ja, dat is goed nieuws natuurlijk. Dat zou geweldig zijn, als ze dat voor elkaar krijgt. Maar in geval van niet, blijft Omtzigt een gevaarlijke stem. Dan denk ik, ja, dan moet misschien toch die VVD de grootste laten worden. Ja, want dan gaat de VVD bepalen en dan zegt VVD misschien wel van, nou oké, okay, we gaan samen met Pieter en de BBB en de PVV. Kijk, dan zijn we waar we wezen willen, vrienden. Ja, dus, ja. Oh, we moeten goed blijven nadenken. We gaan pas volgende week, dinsdag, krijgen we misschien op woensdag de laatste peilingen. En dan op het laatste moment, ja, dan gaan we beslissen.